Ik ben bezig met een offerte voor een groot bedrijf die een bijdrage vraagt voor de cultuuromslag. Ze willen namelijk dat de leidinggevenden een andere manier van leiderschap ontwikkelen, namelijk meer relationeel, meer coachend, meer procesmatig en minder gericht op doen en resultaten. Ik vraag dan wat men al geïnvesteerd heeft in die cultuuromslag. En dan blijkt dat het bedrijf de voorbije jaren geïnvesteerd heeft in sensibiliseringscampagnes met een visieverkondiging. Men heeft ook geïnvesteerd in trainingsprogramma's. En nu komt men op het punt dat blijkt dat men ontgoocheld is dat die leidinggevenden niet doorpakken op die nieuwe stijl van leiderschap. Hoe komt dat? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Men heeft geïnvesteerd op een technische, strategische manier in de cultuuromslag. Men is niet ontwikkelingsgericht te werk gegaan. Want wat heeft men gedaan? Men heeft zich gefocust op het weten wat er moet gebeuren en het kunnen doen. Maar weten en kunnen is nog niet willen. Cultuuromslag heeft te maken met willen een nieuwe leiderschapsstijl aannemen. En als je mensen wil bereiken op hun wil, dan heb je te werken met hun waarden, met hun overtuigingen, met hoe dat ze zichzelf zien, hun rolidentiteit en identiteit in het algemeen. En daarvoor is er dialoog nodig, daarvoor is er een ontwikkelingsgerichte benadering nodig, waarbij dat je met die leidinggevende op weg gaat om te onderzoeken, te reflecteren over zichzelf en hoe ze zich verhouden met de nieuwe noden en met de nieuwe ontwikkelingen van het leiderschap zelf. Ik noem het ontwikkelingsgerichte cultuuromslag. Het is wel zeker een omslag in cultuur, maar de manier hoe dat we het aanpakken is niet technisch, maar ontwikkelingsgericht. Samen op weg gaan in dialoog met de leidinggevende en reflecteren hoe men zich verhoudt met de uitdagingen die er zich aandienen. Voilà, ontwikkelingsgerichte cultuuromslag.